De heer Van Hagen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over mondkapjes. Ik zie de heer Jetten keurig met zijn mondkapje oplopen. Hè. Het is tenslotte inmiddels wet. Ja, maar, ook voor u? Ja, ook voor mij. Ja, met grote tegenzin, dat moet ik zeggen. Maar lex dura sed lex, dus ik doe hem nu op, inderdaad. Maar de heer Jetten is wel fractievoorzitter van een liberale partij. Dus ik vraag me af, vindt u dan niet dat er grondig onderzoek had moeten worden gedaan voordat we die mondkapjes verplicht stelden? De heer Jetten. Ja, voorzitter, we hebben in Nederland lang gewacht met de mondkapjesadviezen of plicht die nu vanaf deze maand geldt. Dat is ook op basis van ervaring in andere landen, het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook al is het een hele kleine bijdrage aan het terugdringen van de spreiding van het virus, die kleine bijdrage die kan nuttig zijn. En daarom heeft mijn fractie gesteund dat eerst dat mondkapjesadvies er kwam en daarna ook de plicht, zodat we niet van ondernemers of van anderen hoeven te verwachten als politieagent gaan spelen, maar dat het gewoon voor iedereen geldt. De heer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat begrijp ik. Maar het RIVM en het ministerie van VWS hebben natuurlijk 9 maanden lang geroepen dat het geen effect had. Maar later kwamen er ook nog onderzoeken overheen die zeiden dat het ook nog een negatief effect op de volksgezondheid heeft. Vindt u dan nog steeds dat het terecht is dat er mondkapjesplicht is? Ja, voorzitter, ik hou vast aan de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie die laat zien dat uit ervaring uit allerlei landen blijkt, het kan een kleine bijdrage leveren aan het terugdringen. En er zijn mensen die om verschillende redenen geen mondkapje kunnen dragen. Ik hoor ook heel veel mensen die gebruik moeten maken van gebarentaal. Die zeggen, ik kan dat mondkapje niet op, ik heb dat liplezen nodig. Nou, dan maken we daar een uitzondering voor, hebben we ook in de wet staan. Mensen die longproblemen hebben en daarom niet willen dragen. Dat zijn uitzonderingen waar we volgens mij begrip voor moeten hebben. Maar de meeste mensen in Nederland kunnen volgens mij nu prima aan die plicht voldoen en doen dat gelukkig ook. Ja, voorzitter, dat begrijp ik. Maar het gaat natuurlijk om het effect. Hè? En met de vrijwillig dragen van mondkapjes, was zo dat 80% van de mensen droeg al een mondkapje. En het effect, of het verschil tussen het vrijwillig dragen en die mondkapjesplicht was niet onderzocht. En als dan toch ook nog de onderzoeken laten zien dat het een gevaar is voor de volksgezondheid, vindt u dan niet dat die extra 20% eigenlijk compleet onnodig was en een beetje tegen uw liberale principes ingaat? Ja, voorzitter. Kijk, vanaf het begin van die coronacrisis hebben we natuurlijk een veelheid aan vrijheidsbeperkende maatregelen. En die moet, daarom heb ik ook met collega Van der Staaij in het begin al een motie ingediend, elke keer kritisch kijken naar de proportionaliteit daarvan. Maar zeker als het gaat om die mondkapjes, ja, ik heb het zelf ook meegemaakt in de supermarkt, dat er gewoon echt onprettige situaties ontstaan, omdat mensen elkaar daarop moeten gaan aanspreken en daarop moeten gaan handhaven. En daarom kwam ook het verzoek van burgemeesters, kom met die plicht, zodat het gewoon beter te doen is in de praktijk. Ja, daar moeten we dan ook naar luisteren, vind ik.